Sam, we moeten naar school. Ja. Ja, rekken die koekjes nou maar op. Rekenen, hoor. Oké, okay, ja, laten we gaan, oké? Okay, we komen te laat op deze manier. Wow, wat is dit allemaal, Sam? Wow, ik heb geen idee. Mevrouw, waarom stoppen we hier eigenlijk? Doe die deur open. Oké, kom eruit, mevrouw. Deur open. Ja, de deur is open. Kom erbij. Wie is dat? Ik kijk, hoor. Ik heb geen idee. Kijk uit, vind je niet? Ga je daar? Ga je daar in het geel? Ik wil hem. Ik heb een geel. Ik ga het regelen. Ga er maar weer zitten, mevrouw. Je moet in de auto instappen. Ik doe mijn handen omhoog. Oké, doe maar niks. Ik bel de politie, hoor. Wat is dit allemaal? Doe maar niks. Wie zijn jullie? Met je gezicht tegen de muur, oké? We gaan fouilleren. Oké. Heeft hij iets bij zich? Nee, ik heb niks bij me. Ik beloof, ik ben maar een normale student van de broek. Even school, oké? Is de kust een beetje veilig? Ik ga naar de middelbare school. Ja, de kust is veilig. Ik mag al mijn chocolademunten hebben. Ik beloof het. Wat doe jullie? Mag ik mij meelopen? Kom maar. Doe, er gaat niks aan, oké? Meelopen. Wat gebeurt hier? Meelopen. De politie komt eraan. Je mag in deze auto instappen. De politie komt eraan. Wij werken samen met de politie. Wat? Je hoeft niet de politie te bellen, hoor. We gaan mee. Volgen. Ik weet het niet. Sam, bel de politie. Mevrouw, naast mij, kan je me vertellen wat er aan de hand is hier? Oh, dat wordt je zo meteen verteld. Maar wie zijn jullie allemaal? Waar brengen jullie me heen? Wat is het voor iets geks? Ik stel misschien te veel vragen. Ik hou mijn mond wel, oké? Hey, jij daar, meekomen, uitstappen. Doe maar niks, moet ik mijn handen omhoog? Handen omhoog. Loop maar gewoon mee. Wat is dit? Waar gaan we heen? Jij achtervolgt ons. Je moet inderdaad even controleren om te kunnen. Ja, meneertje, niet zo snel. Ik blijf hier staan. Oké, het pad goed onderzoeken, jongens. Mag ik even in de keuken kijken? Meneer, ik ga fouilleren, oké? Wat? Ja, ik ga fouilleren. Hoezo dan weer? Fouilleren. Moet even kijken of dat alles veilig is hier. Ik heb helemaal niks gebeurd hier. Ja, dit ziet er ook goed uit, hoor. Oké, doe die spatel uit je broek en zet die op de balie. Doe maar niks, oké? Nee, als jij niks doet, doen wij niks. Nee, ik doe zeker niks. Okay, even de baas halen, oké? Hallo, kunnen jullie me vertellen waar jullie van zijn? Ik zie allemaal security staan. Wie zijn jullie? Wij zijn de beveiligers. We werken met de politie, oké? Beveiligers van de president. De beveiligers van de president? Inderdaad. Ik weet het. Volg je mij maar, mevrouw de president. Volg je mij maar. Nee, zeker niet. Dit is onze baan. Dankjewel. Is alles goedgekeurd hier? Ja, alles is goedgekeurd, mevrouw de president. Oké, hartelijk bedankt. Wat denk je dat op de stoel, natuurlijk? Goedemiddag. Wat is dit allemaal? Wie ben jij? En wat moet je van me? Ik kom even hier gezellig praten met jou. Gezellig praten met mij? Ik kon dat niet gewoon voor de supermarkt. Handen maar omlaag, hoor. Het is oké. Weet u dat zeker? Die agenten hebben echt mega grote wapens. Willen jullie wat bestellen? Ja, heel graag. Wat wilt u, mevrouw? Mag ik naar huis? Doe maar een watertje. Nee. Wat is dit? Oké, water. Kies maar wat komt je eraan. Zou ik een colaatje mogen, alsjeblieft? Ja, regel dat. Jazeker. Komt eraan. Wil je verder nog iets? Ik lust wel wat te eten, een hamburgertje of iets. Oh, ik zal het doorgeven. Wat is jouw naam? Mijn naam is Dennis. Sorry, je overvalt me een beetje. Okay. Ik heb nog nooit eerder gehad dat ik zo van straat ben geplukt eigenlijk. Wat was dit allemaal? Wat zijn die agenten die me onder schot houden en die me gaan fouilleren? Dat is mijn personeel. Dat is heel erg belangrijk. Wie bent u überhaupt? Ken ik u? Ik ben de president van Brookhaven. Ik ben de koning van Broekhaven. Koning Dennis, noemen ze me ook wel. Ik ken iedereen uit mijn hoofd, maar koning Dennis heb ik nog nooit van gehoord. Maar ik vind het wel heel gezellig dat je hier bent. Ik wil je heel graag beter leren kennen. Wacht, dat was je assistent? Ja, dat was mijn assistent. Ze maakt geen grapjes, ze is echt president van Broekhaven. Ja, dit is mijn personeel van Broekhaven. Heeft mijn personeel zich niet netjes voorgesteld aan deze meneer? Wie voorstellen aan wie? Wacht, dus u bent... Nou, de beveiliging. U bent Melissa, de president van Broekhaven. Serieus? Jij bent de eigenares van Broekhaven. Jij beheert alles hier. Ja, dat klopt. Oké, maar wat doe ik hier? Ik wil jou. Doe je daarmee eigenlijk? Oh, jou als mijn vriend? Het was liefde op het eerste gezicht.
Sorry voor alles, maar je moest mee. Ja, ik ga heel zitten. Even naar de toilet, oké? Personeel? Eén momentje, ik zoek even... Ja. Waar denk jij dat jij naartoe gaat? Als je naar de toilet gaat, dan bescherm ik jou wel, oké? Ja, ik dacht dat de toilet hier was, stap zetten, oké? Dennis, kom eens zitten. Ja, ik zocht de toilet, maar dat toilet is dus niet... daar. Dat is niet daar. Je hoeft niet zo geschrokken te zijn, hoor. Ik doe je niks. Maar je snapt dat ik niet alleen kan zijn als vrouw, toch? Daar hoort een knappe man naast te staan. Jij bent dus de president van Broekhaven. Dat klopt. Maar dit is dus een date. Dit is een date. Ik heb niet zoveel tijd. Ik heb zo belangrijke afspraken. Maar vertel het over jezelf. Ik ben Dennis, een Roblox YouTuber. Ik maak video's op het internet. En, wat onwijs leuk dat je dat doet. Broekhaven. En jij? Wat doe jij dan allemaal? Alles in Broekhaven. Ik regel hier de zaken. Als er dingen niet op orde zijn. Alles op de president. Ik moet trouwens nog wat huiswerk maken. Nee, ik ga er zelf van door. Geniet maar van je hamburger. Hij hoeft niet te betalen trouwens. Dat is geregeld, toch? Ik heb het geregeld, mevrouw. Hierbij heb je mijn nummer. Ja. Ja, wat moet ik daarmee? Je gaat mij laten bellen. Of een brief. Oké, wat ga je daarmee doen? Je gaat me bellen of iets? Of, Je kan mij bellen. Graag vanavond nog. Dat is goed. Zie ik jou later. Ja, dat is goed. Fijne dag. Jij ook. Doei, lieverd. Lopen graag. Hey, collega's. Ja, kom maar. Ja, sorry, mevrouw. Dank u wel. Excuses. Kom mee. Wat heb ik zojuist meegemaakt? Ik ga er vandoor. Dank je wel voor je tijd. Ja, geen probleem. Ik hoef je niet te betalen? Nee. Is al betaald. Oké, fijne dag. Ja, hetzelfde. Ik weet niet of ik zojuist voor de gek ben gehouden. En dat ik meedoe met een of andere prankshow. Ik bedoel, hoe zou zo'n president van Broek even met mij op date willen en mij leuk vinden? Nou ja, ik ben een beetje in shock zoals je aan mijn gezicht kan zien. Maar laten we gaan, oké? Dennis. Sam? Weet je wie dat is die je heeft meegenomen? Weet je wie dat is? Nou, ik heb zo'n vermoeden, maar ik weet het niet zeker. Wie is dat? Ja, het is de president, ben ik achtergekomen. Maar wat moest ze van jou? Sam, je gaat dat nooit raden. Ze vindt me leuk. Als in van leuk. Ze wil me als haar vriendje. Wat moet ik doen? Ik bedoel, ik vind haar niet per se leuk, maar als ze echt de president is, wat zeg jij dat ik moet doen? Nou, ze heeft mega veel geld en ze kan echt alles regelen voor ons. Dan hoeven we niet meer naar school en je moet echt met haar op date gaan, Dennis. Dat is waar ook. Ik bedoel, ze is de president van Broekhaven. Ze kan daadwerkelijk alles regelen wat we waar willen. Denk je dat ik haar moet bellen? Ze heeft me haar nummer gegeven. Ja, dan moet je haar zeker bellen. Vanavond bij jou thuis, oké? Dan ga ik haar bellen. Wat dacht je daarvan? Is goed. Oké, dan zie ik je vanavond 7 uur, oké? Ja, tot vanavond. Oké, tot dan. Weet je zeker dat ik het moet doen? Ja, ik weet het heel zeker. Je zei cool gedragen, oké? Doen alsof jij haar leuk vindt. Ja, super cool. Gewoon niet raar, gewoon normaal. Nee, oké, daar ga ik dan. Hij gaat over. Hallo, met Dennis? Hallo, Dennis? Spreek ik met Melissa, de president van Broekhaven? Ja, dat klopt. Ik had niet gedacht dat je me zou bellen. Wat leuk. Ja, staat dat aanbod nog om wat leuks te doen samen? Ja, zeker. Je bent welkom. Sorry van vanmiddag. Het overviel me allemaal een beetje, oké? Ik was een beetje in de war van wat er nou gebeurde, maar... Dat begrijp ik. Is ook veel. Ik denk dat de interesse ook wel van mijn kant komt. Lijkt me leuk om je vaker te zien. Misschien dat we binnenkort samen wat moeten drinken. Mee. Ja, dat gaan we zeker doen. Dan kan ik je nog meer leren kennen. Ik vind je namelijk heel erg leuk. Oké, wat zou je kunnen? Nu? Ja, ik regel het meteen. Tot zo. Ze zijn er al? Hoe gaat dat zo snel? Oké, gedraag je. Slot. Dennis. Hallo. Hey, voor de president. Hallo. Ik moest mee als het goed is. Ja, u moet met ons meekomen. Moet ik weer gefouilleerd worden, denk ik? Ik doe ja, inderdaad. Ik heb tegen de muur gestaan. Ik sta al tegen de muur. Doe me niks. Oké, eens even kijken. Ja, alles is in orde, hoor. Mag mijn beste vriend toevallig ook mee? Ja, mag ik mee? Alsjeblieft. Dan mag wel. Moet je wel gefouilleerd worden, ben je? Inderdaad. Handjes omhoog, Oké. We kunnen jou nog niet tegen. Handen omhoog, jij. Ga zitten in de auto. Ja, handen omhoog. Even kijken hoor, even voelen. Oké, eens even voelen. Ik voel niks hoor, ik voel alleen maar allemaal koekjes, maar dat is het ook. Ja, nee, dat is niet bedreigend. Stop in de auto, stop maar in. Tempo. De president mag niet wachten. Inderdaad, de president staat te wachten. Kom maar. Meekomen. Maar waar gaan we dan nu precies heen? Twee vragen stellen, je ziet het vanzelf wel. Ik zie het vanzelf wel, oké. Absoluut. Mag ik wel met mijn beste vriend praten? Nee. Oké. Wat is dat daar? Dat megahuis daarachter? Dat witte huis? Ja, dat is wel een huis van de president natuurlijk. Is dat het witte huis van de president? Zeker, dat is het witte huis.
Wow, dat ziet er mega vet uit. Oké, nu geloof ik pas echt dat ze de president is. Zo, hup, uitstappen. Ja, uitstappen. Kom op. Uitstappen. Wow. Ik ben gewoon in het vette huis. Dit is echt mega vet. Inderdaad. Echt vet. Naar boven toe. Mijn naam is Dennis. Ik had afgesproken met de presidenten van Broelkeven. En ik heb mijn beste vriend Sammy hier meegenomen. Ja, hoi. Oké, je mag even op de bank daar gaan zitten. Ga kijken of ze klaar is. Ja, dat is goed, oké. Dus even kijken. Ik wacht hier wel. Ja, is hier zo. Dat is de verkeerde bank. Oké. Geen gekke bewegingen maken, meneertje. Oh, sorry. Inderdaad. Okay. Nee, ik beweeg niet. Ik blijf stil, oké. Mevrouw de president is klaar voor u. Goedemiddag. Mevrouw. Hoi, mevrouw. Ik heb mijn beste vriend meegenomen. Wie is dat oké? Okay? Is hij gecontroleerd? Hij is helemaal top gecontroleerd. Moet hij hier weg uit deze kamer? Eigenlijk kom ik alleen voor jou. Alleen om jou te spreken. Oké, meekomen meneer. Oké, ik ga mee. Ja, wat ze zeggen, oké. Ik vind het heel leuk om je weer te zien. Je ziet er goed uit. Ik ben eet geweest met de president. Jij ziet er ook goed uit. Melissa, dank u wel. Melissa, ja. Heb je zin om iets te doen? Zoals? Wat wil je doen? Wat je maar wilt. We kunnen alles doen. Film kijken op de bank of... Dat klinkt wel een beetje saai hoor. Ik weet niet wat de president normaal doet. Kom eens hier kijken. Zie je deze knop? Die rode knop, ja. Wat doet dat? Ja, hiermee kan je Bloksburg opblazen. Dat is veel leuker dan een film. Je wilt met mij Bloksburg opblazen? Mevrouw de president, dat lijkt me niet zo'n heel slim idee. Is dat niet een goede eerste stap voor een relatie of iets? Relatie? Ja, ik zie je echt heel erg zitten, Dennis. Ik jou ook eigenlijk wel. Word je ook een soort van president? Wacht, als ik jou een vriendje word, dan word ik ook de president? Ja. En dan mag ik ook alles bepalen in Broelkeven? Nou, niet meteen, maar later wel. Dan staan we samen hier aan de top van Broelkeven. Jij en ik. Dat lijkt me leuk. Kan ik even met mijn beste vriend praten op de gang? Ja, kom je wel terug zo? Ja, tuurlijk. Wacht. Oké. Kan jij niet naar buiten dat ik even met hem hier praat? Dat zou het fijner zijn namelijk. Heel even. Oké, ik doe deze wel dicht. Daar mag hij niks van afweten. Dat is goed, oké. Dat is goed. Assistent, ja. Stuur die beste vriend van Ellen. Oké, u mag naar binnen. Hey, Dennis? Psst, het gaat lukken, man. Het gaat lukken. Oh, echt? Het is smoorverliefd op mij, oké? Oh, word jij vriendje? Het gaat helemaal in. Ik heb ook gewoon gezegd dat ik haar leuk vind. En ze zegt, ja, als je met mij verkering neemt, dan word je ook een soort van president. En dan kan je allemaal dingen bepalen. Ze trapt helemaal in. Oh, dat is echt niet eens leuk. Oh, ik moet gewoon volhouden, oké? Ik moet gewoon doen alsof ik verkering met haar... Ja, precies. Gewoon volhouden. Wat hoor ik daar? Wat hoor je daar? Wat hoor ik? Dit breekt je hart? Hoe bedoel je dat breekt je hart? Heb je dit gehoord? Word ik nou gebruikt? Nee. Je gebruikt mij om president te worden? Nee, mevrouw de president, dat echt niet. Ik heb het juist gehoord. Niet boos worden. Willen we gewoon niet naar school. Ik dacht dat dit ware liefde was. Jij en ik voor altijd. Ja, ik vind je ook heel leuk. Ja, echt waar. Dat is superleuk. Beveiliging. Oh nee. Ja, mevrouw. Gooi hem weg. Eruit. Je hebt een grote fout gemaakt, meneer. Nee, hey, waar brengen jullie ons heen, oké? Ja, waar gaan we heen? Stil zijn. Oké, deuren gaan open. Wat is dit nou weer? Hallo? Misschien was dit niet het allerslimste om te doen, oké? Nee. We zijn zojuist uit een limousine getrapt en de presidenten. Ik denk dat we een tijdje maar in Bloksburg moeten wonen als ik het hart heb gebroken van de presidenten. Kom, Broek, even. Laat ons snel houden, oké? Daar komen de tijd. Snel weg. Ja, goed plan.